lokaal. We kijken vandaag naar volleybal. Alvo uit Almere speelt tegen Next Volley uit Dordrecht. Beide teams spelen in de tweede divisie. Alvo staat op de tweede plaats en Dordrecht staat op de zesde plaats. Alvo heeft bijna alle wedstrijden gewonnen. Alleen de laatste verliespartij was tegen koploper City Brill uit Krimpen. Daar hebben we de kop laten hangen. Dat was echt gewoon een debakel. Daar zijn we echt weggespeeld ook. Dus zelf niet goed, echt niet goed gespeeld. Wat ging er niet goed? Toen in die wedstrijd, dat was vooral dat we gewoon zelf niet meer de motivatie konden oppakken om het te laten draaien en echt voor te gaan. Dus de jongens zijn nu al een beetje bezig om hier Krimpen toch even nog een revanche te nemen. Dus maar zo een paar weken pas. Dus. De wedstrijd in Dordrecht in september werd met 0-4 gewonnen door Alvo. Dus een makkelijke wedstrijd vandaag. Dat zou je van tevoren kunnen denken. Dat is wat vaak natuurlijk gebeurt. Maar uiteindelijk is het een makkelijke wedstrijd. Maar vooraf is het altijd even zoeken van hoe eerste wedstrijd van het seizoen, hè, weer, van het nieuwe jaar. Hoe zal het gaan naar de oliebollen? In het begin van de eerste set gaat het gelijk op en zijn beide teams aan elkaar gewaagd. Alvo mist een aantal punten door een verkeerde opslag en door het aantal technische fouten. Gewoon om de communicatiefouten. Er wordt niet afgesproken wat je gaat doen als je een 1 speelt of een 2 speelt. Er wordt niet afgesproken. En als je dat niet doet, ja, dan maak je ook geen punten. En dan loop je gevijfd aan. Zeg maar. Toch weet Alvo de eerste set te winnen. Met 25-17. Ook in het begin van de tweede set gaat het gelijk op. Ja, weer stroeve start en oppakken rond die 10 punten en dan eigenlijk zonder problemen die set uitspelen. We maken toch wel veel persoonlijke makkelijke fouten en daar niet geïrriteerd over raken. Daar losjes mee om kunnen gaan. Dat is wel de uitdaging ook in die tweede set. Toch houdt Alvo het hoofd koel en wint ook deze set met 25-17. Hoe kijk je daarop terug op die tweede set? Gewoon een goede set. En als je gewoon zo blijft spelen, dan komt die derde set en die is altijd lastig. Ja, was dat ook een lastige set, die derde set? Het is altijd een lastige set, want je staat dan 2-0 voor. En dan komt die derde set en dan denk je, nou, we kunnen het wel. En dan komen ze net terug. Ja, dan sta je op een gegeven moment weer even achter. En dan moet je weer extra vaart bijzetten om weer bij te komen. De sfeer op de tribune zit er goed in. In het begin van de vierde set is het team uit Dordrecht de betere ploeg. En Alvo moet een achterstand wegwerken. Gewoon servicefouten, veel fouten, geen communicatie. Alles bij elkaar, krijgt de tegenpartij gewoon veel punten. Daar wordt het even schrikken. Ja, dat staat nog redelijk gelijk op nog weer. En ik denk, ja, die vierde set, dat is eigenlijk een lastige set eigenlijk. Omdat je weet, je hebt 3-0 voor, je hebt gewonnen. Maar goed, ja, het zijn kostbare punten. Dus die vierde set moet je echt ook winnen in deze fase. En dat lukt, want halverwege komt het Almeerse team langs zij. En ook deze set wordt gewonnen 25-19. En 4 punten zijn in de pocket. Deze divisie, de tweede divisie, is dat een niveau te laag voor jullie eigenlijk? Nou ja, je promoveert vorig jaar vanuit de derde divisie en je hebt 1 potje verloren tot nu toe. Dus misschien ook wel. Misschien als we nog wat meer gaan trainen en misschien wat versterkingen op een aantal posities, dan draaien we ook in de eerste divisie wel mee. Jullie staan op het ogenblik tweede in de competitie. Jullie kijken naar boven naar Krimpen. Er zit er nog wel een behoorlijk verschil tussen, hè? Ja, dat klopt. Er zitten een aantal punten tussen. Er zijn wel afhankelijk hoe zij spelen. We hebben niet helemaal zelf in de hand, de eerste plek. Maar goed, we moeten nog tegen elkaar. Januari begonnen, dus nou, de eerste helft zit erop. Mijn tweede helft gaat echt beginnen. Dus we hebben eigenlijk alles nog in eigen. We kunnen alles nog doen. Maar lastig wordt het wel om eerste te worden. Almere lokaal.